Ik ben begonnen met dansen in 2001, breakdance. Toen leerde ik de muziek kennen, daarvoor luisterde ik hip-hop en commerciële dingen. Toen begon ik te dansen, toen leerde ik James Brown kennen en toen ging ik echt wat meer in de funk in, zeg maar. Toen dacht ik van ja, dit is vet, dit is echt vet. Zo ben ik begonnen met het verdiepen in muziek. Nou, ik ben later overgestapt op vinyl. Dus ik ben 6 jaar later naar Amsterdam verhuisd. En Waxwell hier was de eerste platenzaak waar ik naar binnen liep. En ja, liefde op het eerste gezicht, vinyl, platen. Ik draai sowieso altijd een mix van alles en nog wat. Oud, nieuw, hip-hop, funk, soul, afrobeat, jazz, funk, fusion. Het zou zelfs broken beat kunnen worden, soort van. Als het maar funky is en als er maar bepaalde groove in zit, die voor mij acceptabel is om te draaien, zonder dat het te freaky wordt en te techno. En, ja, die combinatie probeer ik te zoeken. Dus ik probeer wel de grenzen op te zoeken, wel binnen het concept dat voor mij funk is. En daar geef ik op die manier mijn eigen definitie aan, denk ik. Maar zo probeer ik wel iets neer te zetten dat veelzijdig is, zonder telkens maar terug te vallen in hetzelfde recept, zeg maar, in hetzelfde oude. Dus dat kunnen mensen verwachten. Een dynamische mix. Ik vind dat het een van je plichten is om nieuwe dingen te laten horen aan mensen. Je kan mensen wel heel makkelijk alles laten horen wat ze al kennen. Dat is altijd het makkelijke recept. Zodat mensen altijd losgaan. Ja, die ken ik. Maar voor mij is het de uitdaging om diezelfde reactie te krijgen van wat is dit? Waar mensen helemaal losgaan, het niet kennen. Maar het zo vet vinden dat iedereen gewoon meteen begint te dansen, spontaan. Muziek, dansen, maakt niet uit wie je bent, maakt niet uit hoe je eruit ziet. Gewoon genieten. En ik denk dat is voor mij persoonlijk waar Superfunk voor staat. En dat is belangrijk. Dat mis ik. Dat is er te weinig in ieder geval.